Als je tekent op een iPad of een ander tablet, dan kan het best handig zijn om er nog een aantal dingen bij te gebruiken om het tekenproces fijner te maken. In deze video ga ik je vertellen welke dingen ik gebruik bij het tekenen op mijn iPad. Hoi, ik ben Robin Roosendaal en op dit kanaal heb ik het over tekenen, schrijven, schilderen, fantasy. Alles wat ik heel erg boeiend vind. Vind je dat soort dingen ook tof? Word dan zeker eventjes lid van dit kanaal. Druk op de grote abonneerknop hieronder en druk ook even op het belletje. Dan krijg je elke keer een melding als ik een nieuwe video upload. In deze video ga ik het dus hebben over tekenen en wel tekenen op de iPad of een ander tablet. Ik heb de laatste tijd heel veel getekend op mijn iPad. En ik merkte dat ik er, toen ik er wat accessoires bij ging gebruiken, dat het proces fijner werd. Dus dat wil ik graag met je delen, omdat ik denk als jij ook veel wilt tekenen op je iPad, dan kan dit je zeker helpen. Als je trouwens benieuwd bent naar wat ik nou zoal teken op mijn iPad, dan moet je zeker eventjes naar mijn website gaan. Je eventueel inschrijven voor mijn nieuwsbrief. Ik zal hierboven ergens even een link zetten daar naartoe. Want ik ben bezig met allemaal producties. Er komt nu ongeveer een verhalenbundel uit waarvan ik de omslagillustratie heb gemaakt op mijn iPad. Er komt daarna een kinderboek uit waar ik illustraties voor heb gemaakt in het boek, maar ook de omslag, ook gemaakt op mijn iPad. En in april komt het eerste boek van mijn eigen fantasy serie uit. En ook daarvoor ga ik natuurlijk mijn eigen omslagillustratie tekenen, maar die heb ik nog niet getekend. Dus die komt eraan. Maar meer over al dit vind je op mijn website, in mijn nieuwsbrief. Dus check dat zeker als je daar nieuwsgierig naar bent. Nou, laten we dan eens even kijken naar het eerste item. Ten eerste bij een tablet, als je daarop wilt tekenen, je kunt met je vinger tekenen. De eerste tekeningen die ik gemaakt heb op mijn iPad heb ik daar ook met mijn vinger getekend. En ergens is dat nog wel leuk, want daar wordt het ook een soort van grof van, omdat je minder precies kan zijn met je eigen vinger. Dus probeer ook zeker een keer met je vinger gewoon te tekenen, dat is eigenlijk heel leuk. Maar op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat je iets wil mee te tekenen, dan heb je natuurlijk een, ja, stylus nodig. Ik weet even niet wat nou het algemene woord hiervoor is. Ik heb een Apple iPad, dus dan heb ik ook een Apple Pencil erbij, want die zijn ontworpen voor gebruik bij de iPad. En de combinatie tussen de Apple Pencil en de iPad werkt echt heel fijn. Dus de snelheid waarmee de iPad reageert op de pencil is super fijn. En de batterij gaat best wel lang mee, dus ja, ik kan niet klagen hierover. De eerste volgende accessoire die ik kocht naast de pencil is de Paper-like Screen Protector. En dat is een beetje lastig om te laten zien. Hij zit erop, maar je ziet dat natuurlijk niet echt eraan. Behalve dat je misschien, als ik hem een beetje zo draai in het licht, dat je kunt zien dat hij niet heel glanzend is, zeg maar. Want iPad-schermen zijn over het algemeen natuurlijk heel glanzend. Ah, Apple heeft glanzende schermen. En ik merk zelf dat ten eerste die glans vind ik niet super prettig. Ik vind het lekkerder als het wat matter is. En de Paper-like Screen Protector is inderdaad wat matter. Maar het grootste voordeel van dit is dat het echt is gemaakt om te tekenen en om je pencil die je gebruikt op het scherm, om die wat meer het gevoel te geven van een potlood op papier. Daarom heet het ook paper-like. Ik ga trouwens de linkjes naar alle producten waar ik het over heb eventjes in de beschrijving onder deze video zetten. Want misschien wil je het ook kopen, want ik was zelf heel blij met deze aankopen. Dit zijn trouwens geen gesponsorde dingen of zo, mocht je dat denken. Ik heb nog helemaal geen sponsorships gehad voor mijn Robin Roosendaal kanaal. Dus nee, dit zijn niet gesponsorde links. Misschien dat ik er affiliate links van maak. Dus dan krijg ik een soort percentage als jij klikt op die link. Weet je wel, en als je dan iets koopt. Maar dat zou dan gaan via de videomakers, want ik heb geen affiliate accounts met mijn Robin Roosendaal. Nou, ingewikkeld verhaal. In elk geval, in de beschrijving onder de video zal ik links zetten naar deze producten. Paper-like dus. Het is niet iets wat je gewoon bij elke winkel koopt. Het is een merk die dat zelf heeft ontwikkeld en die zelf, zeg maar, produceren en versturen. Maar ik heb het snel ontvangen en was er heel blij mee. Je krijgt in één pakketje dan twee paper-like screen protectors. Dus als je het een keer fout doet, dan kun je het meteen nog een keer doen. Dus dat was wel fijn. Ja, die paper-like vind ik echt, het tekent echt lekkerder. Het is minder glad. Dus je hebt minder het gevoel dat je pencil, zeg maar, uitglijdt over je scherm. Dus dat is echt een aanrader. Je hebt naast paper-like ook andere dingen. Je hebt bijvoorbeeld een soort nips, dopjes voor op je puntje van je pencil. Die een beetje hetzelfde effect geven als paper-like. En er zijn andere mensen, hoorde ik, die dat fijner vinden dan zoiets als paper-like. Dus dat kan ook. Ik vind het zelf niet super handig dat zo'n los puntje daar dan weer los op zit. Ik las ook al dat mensen ze kwijtraken. Dus als je daar zo eentje van bestelt, dan krijg je er meteen 8 of zo. Want je raakt die dingen kwijt. Dat heb je natuurlijk hier niet mee. Dit zit er gewoon op en het is klaar. Maar goed, anderen vinden het misschien weer vervelend dat ze dus juist een matte laag op hun iPad krijgen. Omdat daardoor, weet ik veel, ja, het beeld wordt matter. Maar goed, ik vind dat zelf dus juist heel erg fijn. Het volgende wat ik gekocht heb, is dit dingetje.
Deze doe je dus om je pensel. Gaat een beetje stroef. Waardoor de pensel, nou ja, wat lekkerder in de hand ligt. Want ik moet zeggen, de ding zelf is best wel dunnetjes. Een beetje zoals een potlood, maar nog wat gladder, zeg maar. En ja, ik weet niet, ik vond het toch, je krijgt een beetje kramp in je hand van bijna. En met dit minder. Dit is stroever, het is een rubber, dus het houdt lekkerder vast. Deze kan ik ook aanraden. Super goedkoop dingetje. Volgens mij 3 euro of zoiets. Hier heb je ook heel veel verschillende soorten van. Het maakt volgens mij niet uit. Je hebt niet kwaliteit of mindere kwaliteit of zo. Het is gewoon rubber. En het enige nadeel van dit ding is dat de Apple Pencil, tenminste van de nieuwste iPads, je moet die potloden opladen door ze aan de zijkant aan je tablet te plakken. Magnetisch, wat een fantastisch systeem is. Maar dan moet je dus wel steeds dit eraf halen, want anders dan kun je je pencil niet opladen. Ja, luxe probleem. Natuurlijk. I know. Maar ik wou het toch even gezegd hebben dat mocht je overwegen om dit te kopen, dan is dat een nadeel wat erbij komt. Dus je moet hem er steeds afhalen. Wat dus ook betekent dat je hem kan vergeten of kwijtraken. Ik merk zelf dat ik er dus heel erg op zit te letten van, oh, als ik mijn iPad meeneem, want ik neem hem nog wel eens mee omdat ik ergens anders wil tekenen, dat ik deze ook meeneem en zo en waar die dan blijft. Nou ja, gedoetje. Het volgende wat ik kocht was nog iets heel anders. Die ga ik er ook even bij pakken. En dat is deze. Ik merkte dat ik, omdat ik zoveel aan het tekenen was, dat ik toch heel erg voorover gebogen zat eigenlijk. En dat is toch niet zo goed voor de rug. Dus ik dacht, ik moet iets hebben om wat meer als een soort ezel te kunnen werken. En dit apparaat is daarvoor gemaakt. Dat is geen apparaat, het is gewoon houtwerk. Even uitklappen. Zo. En je kunt je tablet er dus opleggen. Ik zal hem even omdraaien, zodat je het kunt zien. Dus dan krijg je dit eigenlijk. En je kunt hem dus op verschillende hoogtes omhoog zetten. Net wat je fijn vindt werken. Ja, super cool. En ik moet zeggen, dit houten ding, was dus ook echt niet duur. Het is maar 20 euro of zoiets. Je kunt hem kopen op bol.com. Dus ik zal even een linkje zetten naar bol.com. Maar tegelijkertijd zou ik zeggen, ga even naar je lokale tekenschilderwinkel. Want die hebben ze ook vaak. En ja, je wilt toch liever je lokale ondernemende tekende schilderwinkel supporten dan bol.com. Eigenlijk, toch? Dus check ook zeker daar of ze deze dingen hebben. En daar zijn ze ook 20 euro. En ik ben inderdaad de eerste beste tekenwinkel binnengelopen. En daar hadden ze hem staan. Dus ja, dit kan ik zeker aanraden. Ik heb hem meestal op deze stand staan. Op de tweede hoogte. Met nog als enige ding dat ik merkte. Dat ik vond dat die tablet een soort van te laag stond erop. Dus ik gebruik dit dingetje erbij. Ja, dit is eigenlijk een... Dit is van Beversport. Dit kun je meenemen als je aan het hiken bent of zo. En dan kun je daarop zitten op stenen. En dan heb je iets minder harde kont. Dus je kunt hier alles voor gebruiken. Je kunt ook een blokje gebruiken. Of weet ik veel, een theedoos of zo. Maar ik zet deze dus nog hieronder zo. Waardoor de iPad iets hoger zit op dit ding. En ik vind dit dus een lekkere houding om zeg maar dan nu zo te tekenen. Dus ik ben echt wel heel blij met dit ding. Ik heb echt gemerkt dat ik me daardoor minder pijn in mijn rug krijg. Dus dit kan ik je zeker aanraden. Ja, dit geeft gewoon een hele lekkere houding. En het zit ook op de juiste oogafstand. Zeker met deze afstandhouder. Goed, voor afstandhouder kun je dus eigenlijk alles gebruiken wat een soort van dit vormpje heeft. Dus dat is niet heel belangrijk wat dat is verder. En dan als laatste nog heb ik deze. Dit is een accublok. En je hebt ze natuurlijk in allerlei soorten en maten. Misschien heb je er al wel eentje voor je telefoon. Want ja, die tablets die lopen wel leeg. En ik wil nog wel eens ergens tekenen waar ik niet meteen een stopcontact bij me heb. Ja, dus het is fijn om erop voorbereid te zijn dat die leeg kan raken. En dat je dan deze hebt. Want hoe irritant is het als je aan het tekenen bent. En je kunt niet verder omdat je accu leeg is. Ik bedoel, dat is natuurlijk het grote nadeel van tekenen met tablets. Is dat ze op stroom moeten. Dus ze moeten of aan de stroom of je moet ze opgeladen hebben. En dan moeten ze lang genoeg meegaan. Ik merk dat deze, als ik hem niet aan de accu hang, als hij helemaal vol is. En ik ga er dus aan op tekenen zonder dat ik hem tussentijds op stroom hang. Dat ik er, nou laten we zeggen, 3/4 dag mee kan tekenen. En dan is hij wel leeg. Dus niet een hele dag. Dus ja, je hebt zeker stroom nodig. Dus ook als ik op pad ga ermee, dan neem ik sowieso ook mijn stekker natuurlijk mee en het kabeltje. Maar die is kort en soms kun je dan net niet ergens zitten. Dus op zich, dit is natuurlijk ook nog ideaal. Een flink accublok. Dit is er eentje die zo groot en zwaar is dat je ook je laptop ermee kunt opladen. En ik moet zeggen, het lijkt erop dat hij al een beetje stuk begint te gaan. Dat hij niet meer zo lekker oplaadt. En dat is altijd met accublokken, hè. Dus ik ga je niet de link geven voor deze, omdat ik nog twijfel of dit nou een goede is of niet.
Sorry daarvoor. Het is meer dat ik je wil laten weten. Denk ook misschien aan een accublok. En kijk eventjes welke jij denkt dat de goede is. En mocht je een hele goede hebben met een goede kwaliteit. Laat me vooral even weten. Want deze begint dus al te begeven. Dus dat is een beetje jammer. Nou, tot zover het overzicht van de extra accessoires die ik gebruik bij het tekenen op mijn iPad. En ik moet zeggen dat ik, nou ja, het leven is er wel beter van geworden. En omdat ik gewoon zoveel nu teken op mijn iPad, vind ik het ook belangrijk om daar de goede spullen bij te hebben. Zodat het tekenen niet slecht is voor mijn rug en dat ik het goed kan tekenen. Dus ja, ik vind het wel heel fijn. Mocht jij nou nog andere tips hebben die je ook kunt gebruiken bij tekenen op tablets, laat het zeker even weten in de reacties hier onder de video. Of stel daar een vraag als je een vraag hebt. En dan zeg ik voor nu dankjewel voor het kijken. En veel plezier met tekenen.